is. Oeh! Zie je dat? Mijn hoed is echt nog heel vies. Die hoed? Kijk. Oh, dat is nog van. Mysteryland. Oh no. Nou ja, sorry. Het is vandaag woensdag en ik ben een keer op de woensdag vrij. In plaats van op de zaterdag. Dus ik dacht, ik ga vandaag een dagje vloggen. Oh, je ziet me niet meer. En dit is mijn eerste vlog met mijn nieuwe camera, trouwens. Hey. Ik ben benieuwd, man, hoe die wordt. Het is wel iets zwaarder vasthouden ook, hoor. En ik heb heel de neiging om naar de bovenkant te kijken. Mijn camera is de Lumix, de Panasonic Lumix, heet die, ja, hè. Maar dan kan je dus de achterkant van het schermpje omhoog klappen. Dus elke keer heb ik de neiging om naar boven te kijken. Maar dat moet niet, ik moet gewoon in de lens kijken. Dus, wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan naar Vlissingen. Ja, misschien. We zouden naar Vlissingen gaan, maar ik denk shoppen. Ja, ik moet een nieuwe broek hebben, want mijn broeken zijn echt... Ik heb nu eentje, het is de outfit of the day, maar die komt nog in een... Kijk, dit is lastig. Zie je dat? Het gaat bijna niet. Maar goed. Ik ga zo nog even een outfit of the day post maken. Dus dat moeten we nog doen. Ik denk dat we wel even naar het bos kunnen gaan misschien daarvoor. En ik wil nog even wat dingen opzoeken over een blog maken. Want dat wil ik misschien ook gaan doen bij mijn YouTube filmpjes. En dan nog even naar Vlissingen voor dus een nieuwe broek. En ik moet ook wassen, maar dat is niet zo interessant voor hun. Maar dat moet ik ook nog doen. Dus ja, dat. En wil je de outfit of the day zien, dan moet je eventjes naar mijn Facebookpagina gaan. Xantippe de Wit. Dus eerst even ontbijten. Oh, wat heb jij nou? Spekkoek. Ik heb spekkoek. Daar zit hij al zo lang over, hè? Ik heb donuts. Mm-mm. Dus dat gaan we eerst even doen. Nou, we zijn aangekomen in het bos. Dit is het bos richting Koudekerk. Ik weet niet hoe het heet. Het is richting Koudekerk in ieder geval. Er staat hier ook zo'n landhuis. Zo heel groot. Er wonen ook echt mensen en zo. Maar dit terrein is volgens mij ook van hun. Maar dat hebben ze dan beschikbaar gesteld. Zodat je er ook gewoon lekker kan lopen. Wat we nu dus even doen. Het is wel koud. Het is niet heel warm om in het bos te lopen. Je moet wel doen voor mooie foto's, hè? Ja. Maar het is hier wel echt heel mooi. Vind ik dan. Ik hou ook wel van het bos. Lekker even fris neus halen. Volgens mij komen we zo om de hoek. Volgens mij is hier om de hoek dat landhuis, toch? Oh ja. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Oeh, hier is het nog veel kouder. Het heeft natuurlijk geregend. Dat was ik even vergeten. Oh, je hebt eerst bomen. Wacht, ik zal het even laten zien hoor. Draaien. Kijk, hier hebben we zo'n heel groot open veld. En daarachter komt dan zo meteen. Kijk. Hij is van Sinterklaas. Ja, hier woont Sinterklaas. Ik zal het even inzoomen hoor. Kijken of het lukt. Kijk. Wel gaaf, hè? En dat loopt dan helemaal zo. Ja, dit is hun, ja, hun grond allemaal. Dus ja. Nou, Sien zegt dus net tegen mij, wedden dat ik daar overheen kan springen, film het maar. Dus nou ja, dat is wat ik dus maar ga doen. Ik zal niet lachen als je valt. Ja. Oh, weet je, eerlijk gezegd dacht ik eigenlijk dat je over het bankje ging springen. Dus ik zat al helemaal klaar. En nu moet je ook weer terug. Oh, je kan daar gewoon lopen. Oh, nou. Ik zal er een applausje onder zetten als het lukt. We zijn nu bij het bruggetje. Hier gaan we even foto's schieten. Wat moet ik zien? Oh ja, nou dat, ik dacht dat het aan de andere kant was. Kijk, dit zijn wij. Dit hebben wij wanneer gedaan?
Ja, dat snap ik. Dit was 2014. Maar eerst was het alleen AA en toen hebben we 2014 erbij gedaan. Wat leuk. En ook als we komen doen we eigenlijk iets toe. Maar laten we het nu maar niet doen. Het wordt wel een enorme boodschap zo. Maar dit is dus een boom hier in het bos waar dus allemaal van die boodschappen in gegraveerd worden. Het is echt heel leuk. Oké, sommige dan. Weer een beetje jammer. Als je daarvoor een boom kapot moet maken. SNA 2008. Ik kan het niet allemaal heel goed lezen hoor, maar... Volgens mij was dat zo. Oh, hier staat ook nog iets. Ik weet niet wat precies, maar... Ja, helemaal leuk. Leuk dat het er nog in staat. Ik hoop dat als we 80 zijn, dat we hem nog steeds terug kunnen vinden. Aangezien ik nu al de verkeerde kant op ben gegaan. Fotoshoots gedaan, ik heb het zo koud. Oh, niet normaal. Mijn jas ligt gelukkig niet zo goed. Maar... Oh. Het is leuk zo'n bos, maar wel als je dikke kleren aan hebt. En ik heb alleen maar zo'n dun ding aan. En een dun jasje erover. Zien was slim, die heeft een dikke jas aangetrokken, maar... Ik niet. Nu gaan we eventjes naar Vlissingen. Kijken voor een nieuwe broek. Aangezien ik er nog maar één over heb. Of twee, dus dat schiet niet echt op. Voor de winter. En het is wel lekker hoor, dat we nu een scooter hebben. Dat deed toch wat sneller. Overal. Alleen die helm is een beetje jammer, maar ja, goed. Vrouwen en hun haar. Hè? Je moet er wat voor over hebben. Om even mijn outfit of the day af te maken. Mijn nieuwe fabeltastische helm. Ja, dit is ons. Kunnen ze me wel verstaan? Oh, nee, dat hoeft niet. Laat maar. Oh, au, au. Het is natuurlijk veel te groot, dat ding. Dat snap je. Het gaat ook echt als ik op de schoenen zit van wobbel, wobbel. Maar goed, maakt niet uit. Dit is ons nieuwe... Oh, misschien moet ik het kenteken niet te filmen, of maakt dat niet uit. Leg je misdaan dus, hè? Nee. En hij is ook niet gestoken. Ons nieuwe vervoersmiddel. Ik moet zeggen dat het wel koud is. Oh, relatief. Vooral als het nu zo waait en zo winter wordt. En... Wil je mijn helm even afdoen? Wel eerst opentrekken. Zo. Ja, dat snap ik. Ik krijg ook dit ding nooit open en dicht. Ook helemaal... Neem maar dit ook even zo als je hem afdoet. Yes. Au. Oh. Nou. Fantastisch. Dit is ook altijd zoiets geweldigs aan. Scooter rijden. Helmhaar. Helemaal mag plat. Mag ik klagen over mijn scooter? Nee. Ik klaag niet over je scooter. Ik klaag over de helm. Goed op. Nou. Fantastisch. Ik had er weer helemaal tegen voor vandaag. Een soort van Michael Jackson ben ik nu. En jij oké. En jij oké. Oké, wacht, ik moet even verder. Ze heeft niet gezongen hoor. Nee, mag niet, ik moet rijden. Oh nee, ik heb niet gereden. Zo, enigszins gefatsoeneerd. Oh, er trekt er iemand zijn kleer uit. Ja, dus enigszins gefatsoeneerd zal ik jullie eventjes zo meteen laten zien wat we gekocht hebben. Ondertussen probeer ik even het standaardje aan mijn camera te krijgen. Wat niet lukt. Oh jawel, wat wel lukt. Sorry. Zo. Ah, zo kan ik ook vloggen zien. Kijk, dat is een mini ding. Mini selfie stick.
Maar, oh, je hebt het al aangetrokken. Nou, trek het dan maar weer uit, want ik ga even de mini shop op. Mannen, mannen, mannen. Het draait allemaal om één ding. Oh, ja, dit is een geweldig shot. Zo, nou, hoppakee. Love it. Nou, mini shop nog in de making. Ik zweer, dat rode knopje, hè? Kan ik niet vinden elke keer. Leuk, joh, nieuwe camera. Ik weet niet hoe die aan en uit moet. Het is inmiddels 7:15 en we moeten nog eten, want er was een hele hoop gedoe met mijn camera. Ja, lach maar. Ik had dus een nieuwe camera gekocht en ik snap dat ding niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Vanmiddag had ik gefilmd en ik heb een nieuwe video opgenomen en buiten ging het allemaal heel goed. En 's morgens in huis ging het ook allemaal wel prima. Totdat ik 's avonds thuis kwam, of eind van de middag kwam ik thuis. En het beeld was super slecht ineens. Echt, ik snap er helemaal niks van of het nou aan de instellingen heeft gelegen of wat dan ook. Maar er zit ook heel veel ruis onder de video. Misschien hebben jullie dat net wel kunnen horen. Dus ik heb besloten om hem terug te brengen. En vandaar dat er ook maar een gedeelte van de vlog van vandaag online staat. Ik zie jou heel tijd, moet ik vet hard lachen. Waarom? Ja, weet ik niet. Je moet gewoon lachen en dan ga ik ook lachen. Vind je mij zo grappig? Nee. Maar goed, dus er staat maar een stukje van de vlog van vandaag online. En dat is wel een beetje jammer. Ik heb maar gewoon besloten om een andere te halen. Ik was er toch niet helemaal zeker van. Dus, maar het geld moet eerst even teruggestort worden, want het was best wel een bedrag. Dus ja, dat wordt volgende week denk ik teruggestort of zo. En dan ja, kan ik op zoek gaan naar een betere. Ga ik nog meer research doen. Om te kijken wat nou een goede vlogcamera is. En tot die tijd vlog ik maar gewoon weer op mijn oude vertrouwde telefoontje. Je moet toch wat, hè? Ja. Dus, Sien gaat me helpen. Komt goed. Nou, we hebben lekker gegeten. Het is inmiddels alweer 8:30. Het is al hartstikke laat. Maar voor de rest hoeven we gelukkig niet al te veel meer te doen. Ik ga toch nog maar eventjes die video editen, heb ik besloten van vanmiddag met de camera. Ik haal de slechte stukken er gewoon uit. En dan is het een beetje een soort van halve vlog. Maar ja, jammer dan. En ja, nou ja, zoals ik al zei, is het eventjes weer wachten op mijn geld teruggestort wordt. En dan kan ik om mijn andere. Dus nou ja, nog even geduld. Oké, ik zou zeggen fijne avond en tot de volgende video weer. Doei doei. 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 Doei.